Gemeenten uit de regio hebben grote problemen met het ophalen van het oud papier. Dat heeft te maken met verschillende problemen. Maar met name een gebrek aan chauffeurs voor de avonduren en zaterdagen speelt de ophaaldienst parten. De papierinzameling wordt in principe gedaan door vrijwilligers van verschillende verenigingen. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, mag vervolgens in de kas van die verenigingen gestoken worden. Dat levert hen zo'n 2500 tot 10.000 euro op. Toch zijn er steeds meer problemen met het ophalen van oud papier. Steeds vaker komen vrijwilligers niet opdagen, waardoor de DAR extra mensen moet inhuren of de volgende dag alsnog zelf het papier moet ophalen. Ook komt het steeds vaker voor dat verenigingen zelf tegen betaling andere mensen inhuren.